Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Op 1 januari 2022 gaat de gemeente Mil en Sint-Hubert op in de gemeente Land van Kuik. Hierdoor verandert ook het politieke landschap. Daarom hebben een aantal lokale politieke partijen besloten de handen ineen te slaan. Op vrijdag 7 mei gaven zij tijdens een persbijeenkomst een toelichting op hun plannen. Tevens werd de partijnaam, de lijsttrekker en werden de running mates bekendgemaakt. Uiteraard was ook de camera van de lokale omroep Mil hierbij aanwezig. We hebben geprobeerd om een programmaatje samen te stellen wat ertoe moet leiden dat we vanmiddag onze nieuwe partij inderdaad kunnen presenteren. En toen we pakweg een jaar geleden aan dat fusieproces van 7 lokale partijen begonnen, hadden we echt niet kunnen bedenken dat we vandaag hier zouden staan om die nieuwe partij te presenteren. Dus leiden we vandaag een volgende fase in. Een hele nieuwe fase. Een nieuwe uitdaging. Die de nieuwe partij met nieuwe politiek een volstrekt nieuwe episode voor het Land van Kuik moet bieden. En dat markeren we in zijn totaliteit op een hele bijzondere plaats. Namelijk op de Doepboerderij aan het Hoog. Gelet op alle agrarische historie en de agrarische actualiteit. Ook en vooral het geografische middenpunt van het totale Land van Kuik. Dus, dames en heren, ter afronding van dit deel wil ik nogmaals alle betrokkenen van harte feliciteren. En alle betrokkenen, daarmee bedoel ik ook iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit fenomeen. En met dit resultaat van harte feliciteren en uitspreken dat hiermee een mooie toekomst voorzien wordt. Dank u wel voor dit moment. Wij zijn daarmee tegelijk gekomen aan het volgende onderdeel van het programma. En ik wil bij u introduceren in dat kader Henk Buiks. Alsjeblieft. Eens even kijken. Dames en heren, maar ik zie maar 1 dame hier. Maar in elk geval dan met meervoud ben ik helemaal goed, denk ik. Kunt u mij allemaal goed verstaan? Ja? Ja, het is bijzonder dat we in deze pandemietijd hier gewoon bijeen zijn. Net als vroeger, voeg ik daaraan toe, want zo voelt het, althans voor mij. Ook vind ik het speciaal dat jullie, de Walsert, het geografisch middelpunt van het Land van Kuik, zoals net ook al gezegd is, hebben gekozen voor deze bijeenkomst. Dat doet mij denken aan de wijze waarop ook eeuwen geleden al belangrijke berichten aan de bevolking werden doorgegeven. Namelijk op het Marktplein, midden in de stad of dorp. Jullie keuze voor dit Kuiklandse middelpunt is eigenlijk een statement. Jullie nieuwe partij stelt het Land van Kuik en de mensen die daar wonen centraal. En jullie vinden dat jullie boodschap gehoord moet worden. En er is ook sprake van historisch besef. Getuige het feit dat we hier samen zijn in een gehucht dat al in een document uit 1394 werd genoemd. En op een plek waar al sinds 1448 wordt geboerd. En bovendien mag ik hier als historicus het woord voeren. En dat doe ik graag. Want over de geschiedenis van het Land van Kuik
valt veel te vertellen. In de loop van de 20e eeuw veranderde het landschap. Ontginningen, stichting van nieuwe dorpen, zoals Wildertoort en Landhorst, bosaanplant. En als iets heel anders, maar ook belangrijk voor de Peel, noem ik ook nog de trieste gevolgen van de slag om Overloon in september-oktober 1944, die natuurlijk heel ingrijpend was voor de bevolking daar. Dan maken we nu de overstap naar de gemeentelijke herindelingen. Die van 2022 is alleen maar de zoveelste. Kunt u zich voorstellen dat het land van Kuik in 1814 maar liefst 18 gemeenten telde? Sommige waren maar van een paar honderd inwoners, ik denk bijvoorbeeld aan Linde. In 1821 ging er één af. En tijdens de Duitse bezetting in 1942 zakte het aantal van 17 naar 10. In 1994 van 10 naar 6. En in 1998 van 6 naar 5. In de jaren 60 had het nog even anders kunnen gaan, wanneer het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant haar zin had gekregen. Want dan had er een land van Kuik bestaan met twee gemeenten. Groot Haps en Groot Oplo. Maar dat is in het verre verleden, zie je al wel. Want dat is inmiddels alweer meer dan 50 jaar geleden. Dat is dus niet doorgegaan. Tja, en dan nou 2022. Van 5 gemeenten eerst naar 2. Omdat de meerderheid van de Raad van Graven het liefst zelfstandig wilde blijven. De financiële problemen van die gemeente ten spijt. Maar nu de uitslag van een referendum op tafel ligt, waaruit blijkt dat 70% van de deelnemers in de gemeente Graven dus de zelfstandige gemeente Graven niet meer zag zitten, gaat het land van Kuik in 2022 wellicht toch van 5 naar 1 gemeente. Maar de voormalige hoofdstad hobbelt wel achteraan. In de raad van die nieuwe gemeente Land van Kuik zullen in ieder geval 7 lokale partijen van nu niet terugkeren. Ze gaan van 7 naar 1 partij. En de naam horen we straks. Tot slot wens ik jullie en jullie nieuwe partij veel raadszetels toe. Straks een behouden vaart en natuurlijk een blijvende goede gezondheid. Ik dank u voor uw aandacht. Tijdens de persbijeenkomst verplaatst het gezelschap zich ook even naar buiten. Want bij een nieuwe partij en een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. En dit werd buiten onthuld. Goed, beste mensen, wat is een partij zonder een partijleider, zonder een lijsttrekker? Ik denk dat dat niet goed denkbaar is. Een lijsttrekker, die hoort daar natuurlijk bij. Mag ik de algemene, mag ik het zo noemen, lijsttrekker van de partij die lokaal verzoeken om naar voren te komen. Dank u wel. En daarmee ziet u dat dat is geworden Willy Hendricks. En ik denk, Piet, als jij het goed vindt, dat ik dan mijn eerste running mate uit nodig nu, want die staat ook te popelen. Nou, mijn eerste running mate, met genoegen stel ik voor, collega, wethouder Erik van Daan uit de gemeente Mil en Sint Hubert. Erik. Ja, Erik. Leuk dat jij mij komt helpen wat dat betreft. Ook als twee personen. Ja, we moeten de afstand houden. Ja, als pers zit erbij.
je het weet heb je al een schandaal. Dat willen wij niet, hè, als lokale partij. Ook heel, heel fijn en met trots mag ik Helma Pluk uitnodigen om als tweede runningmeet hier in het rijtje te komen staan, Helma. Ja, Helma. Hè? We stonden al te lang in de keuken, hè, vonden wij. Dus, dan hebben we onze derde runningmeet. Ja, waar komt die vandaan? We hebben nog twee gemeenten over. De derde, dat is Egidia Jette. Ik nodig Egidia uit om ons hier ook te komen vertegenwoordigen. Egidia. Ja, Egidia, en nu aan jou het woord. Dankjewel. Ja, ik ben Egidia Jette. En dan hebben we nog één persoon. De gemeente Boksmeer, hè, laten we wel lezen. Wie zou dat zijn? Mag ik Marco van den Berg vragen om te komen? Marco. Aan jou het woord maken. Waarom jij dit zo graag wil doen? Dank u. Wilt u meer weten over de plannen en de leden van Team Lokaal? Bezoek dan hun website www.teamlokaal.nl.